Ribble FM. Foto 94.1, Boskonde 102.7. Hier hoor je alles, alles. Ribble FM. Andere man, als ik wil weten wat er echt gebeurt in dit land, dan luister ik samen met u naar People FM. Middag overnacht. Jere, samen de kapitalisten, nanga daar ook man. A People FM de artie. Me too. Mevrouw de voorzitter, ik ben ook een overloper. Pas gij naar People FM. Frans, bij mij actie mee, bij Amonide. Amon tegen elke jaar, in de Savi. Mako actie, bagan naboskopu, bij Amonide. Oh. Pinaf stuka moro, huh? Mi arki bagan na buskopu. Da tori sepi, huh? El atet ka seksei. Ya, palak van Suriname. Disna bagan na buskopu. Ya, metei gunu. Ya, wantun arki. Ya, arki kusep sei na. Ya, people do your best. Ya, and God do the rest. Eén minuut over half drie. Het is vandaag woensdag 18 maart 2020. Dit is het programma. Onze excuses voor de verlaten aanvang. Mijn naam is Faik Lalmohamed. Ik moest om 2 uur beginnen. Maar van mijn eerste werkplek, het ziekenhuis, daar ben ik wat opgehouden. En zoals u weet, met de hele drukte rondom preventie van verspreiding corona, hadden we vandaag ook een aantal extra zaken. En er was een geval dat verdacht was, maar gelukkig bleek dat niet te zijn. Maar dat heeft wel voor enige vertraging gezorgd in het reguliere werk. Dus vandaar dat ik wat later ben. Mijn excuses daarvoor. Deze uitzending gaat voor een groot deel ook in het licht staan van het COVID-19-virus. En ik heb in de studio een gast waarmee ik daarover in-depth ga praten. Blijft u afgestemd. We gaan eerst naar de jingle van COVID-19. Blijf op afstand. Blijf op. U wordt geadviseerd thuis te blijven en een recept te laten ophalen. Afstand. Blijf daar. We mogen blij zijn, God zegen, dat we op dit moment maar 1 case nog hebben. Ken het telefoonnummer van uw huisarts. Blijf op afstand. Blijf op afstand. De mensen hebben die informatie nodig. De mensen moeten alert zijn. Blijf daar. Vermijd poliebezoek bij griepverschijnselen. Kom niet te dicht bij mij. Aantal quarantaineruimte, dat is op dit moment 250. Kom niet te dicht bij mij. U wordt gevraagd om op een specifiek tijdstip de arts te bezoeken. Kom niet te dicht bij mij. Mensen in quarantaine, dat is 21, waarvan 19 negatief. De crowding op de polyklinieken kan ervoor zorgen dus dat als er nog meer besmette personen rondlopen, zij die ook kunnen besmetten. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Blijf daar. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Blijf daar. Kom niet te dicht bij mij. 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 Ja, kom niet te dicht bij mij. Het COVID-19-virus, kom niet te dicht bij Suriname hoor. Goed, we gaan daarover hebben vandaag met mijn gast in de studio. En ik ga vragen dat hij zichzelf even voorstelt. Ja, goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Max Huisden. Ik ben al een paar keer in de media geweest. Veel van jullie zullen de naam wel herkennen. Ik ben van beroep wetenschapper. Ik ben coördinator milieuwetenschap op de universiteit. Ik heb een medische achtergrond en dit probleem met COVID-19 houdt me al enkele weken bezig. Vandaag heb ik de gelegenheid om in dit programma met de heer Faik daarover van gedachten te wisselen en
we hopen dat de Surinaamse gemeenschap hier wat aan heeft. De heer Max Heusden, misschien kun je de samenleving een beetje uitleggen van wat je professionele achtergrond is. Wat heb je precies gestudeerd en wat heeft dat verband met het nieuwe coronavirus? Dat is inderdaad zo. Ik heb op gerelateerde gebieden inderdaad gestudeerd. Dat is in Amerika gebeurd. Ik heb daar 14 jaar in graduate school mogen zitten en ook professioneel gewerkt als een manager van verschillende laboratoria. Maar in deze is dus belangrijk de Center for Environmental and Human Toxicology en ook een moleculair biologisch laboratorium. Mijn achtergrond ziet er als volgt uit. Ik heb een master in moleculaire biologie. Ik heb een master in farmaceutische wetenschap en ik ben gepromoveerd in naturopathische medicijnen en ja, daarnaast ook in farmaceutische wetenschap. Mijn achtergrond is vrij breed, waardoor ik ook de gevaren van deze uitbraak heb mogen inschatten, geruime tijd van tevoren. Ik ben al ongeveer 4 tot 5 weken aan het trekken aan de noodklok eigenlijk, de bel, in Suriname om ons te behoeden en bewaren tegen dit virus. Wat kan je in het kort vertellen over wat er internationaal nu aan literatuur is verschenen in de afgelopen 3 maanden? Want het is ongeveer in december vorig jaar begonnen in de Chinese stad Wuhan. En daarna is er eigenlijk bijna een explosie van materiaal dat via wetenschappelijke databases, internationale tijdschriften, via ook gewoon via het internet zelf, via allerlei searches. Wat kun je ons in het kort zeggen, de quick facts about COVID-19? Om dat te kunnen doen, moet ik eigenlijk een beetje chronologisch te werk gaan. Dit is een vrij nieuw virus en om dat te kunnen begrijpen, moeten we weten dat virussen eigenlijk de eigenschap hebben om regelmatig, maar heel frequent te muteren. Dat betekent dat er een verandering komt in de genetische boodschap van het virus. Met als gevolg dat dit virus of de virussen elke keer andere eigenschappen hebben en zich ook op een andere manier uiten. Dit nieuwe coronavirus dat in december 2019 inderdaad voor het eerst is gediagnosticeerd, is afkomstig uit Wuhan. Dat was de eerste locatie waar het dus werd geïdentificeerd. En de wetenschappers zijn toen meteen aan het onderzoeken gegaan van wat zijn de eigenschappen van dit virus. In eerste instantie wist men niet dat het zo uit de pan zou schieten. Dus zelfs in China heeft men toen geprobeerd om even de zaak te smoren om intern onderzoek te doen. Maar iets gauw bleek dat wetenschappelijk gezien dit virus dus bepaalde eigenschappen heeft, waardoor men heel drastisch maatregelen heeft getroffen in China. Wat houden deze eigenschappen in? Ten eerste is dit virus dus bekend dat het een lange incubatieperiode kan hebben. Dat betekent dat de mensen die ermee geïnfecteerd raken vanaf 1 tot 2 dagen tot zelfs 27 dagen met de ziekte, met het virus kunnen rondlopen. Gedurende die periode asymptomatisch, dus zonder verschijnselen te vertonen, deze ziekte kunnen overdragen aan andere mensen voordat ze zelf dus weten dat ze ziek zijn. En dat is toch wel alarmerend omdat het een grote range is. 1, 2 tot zelfs 27 dagen asymptomatische overdracht. Ten tweede is de vaststelling van dit virus in principe problematisch, omdat gebleken is dat zelfs bepaalde heel gevoelige technieken en methoden, zoals bijvoorbeeld polymerase chain reaction, dat is een laboratoriummethode waarbij het virus eigenlijk haar RNA wordt gekopieerd zodat het aantoonbaar is. Het is een heel accurate en gevoelige methode, maar toch is gebleken dat een aantal mensen die positief bevonden werden, eerst een paar keer negatief getest zijn. Het gevolg is dus dat mensen die negatief getest zijn, opnieuw getest moeten worden om zekerheid te kunnen hebben of ze nu wel of niet besmet zijn. En ten derde is een van de belangrijke aspecten van dit virus, dat alhoewel het komt uit een familie van de coronavirussen, waarbij het eenvoudig griepvirus ook een aanverwant virus is, dit specifiek nieuw coronavirus de eigenschap heeft dat de eiwitten die zich erop bevinden een interactie kunnen ondergaan met de zogenaamde receptoren van onze longblaasjes. Dus dat zijn de binnenste delen van onze longen zelf. Het gevolg daarvan is dat er dus een longontsteking kan ontstaan die het ademhalen en dus de zuurstoftoevoer naar alle delen van ons lichaam kan afsluiten. En dat is dus een syndroom dat bekend staat onder acute
respiratory distress syndroom. In principe geen ramp, omdat de medische wereld kan beademen. Het kan patiënten die in die toestand komen te verkeren, kunnen zeg maar kunstmatig beademd worden. Het probleem is dat die beademingsapparatuur in beperkte hoeveelheden aanwezig is in de ziekeninstellingen. Wanneer we praten over een epidemie, hebben we juist te maken met hoge aantallen van patiënten die zich gelijktijdig aanmelden en die dus geholpen moeten worden. En dat is dus het gevaar hierin. Er zijn nog een paar andere actuele wetenschappelijke bevindingen momenteel. En een van ze is dat dit virus dus ook door middel van aerosol kan worden overgedragen. Een voorbeeld daarvan is bij een nies van iemand die geïnfecteerd is, kunnen de droplets, of tenminste de druppeltjes, worden onderscheiden tussen vrij grote druppels, die dan binnen 1,5 tot 2 meter afstand neerdalen tot op het oppervlak, dicht bij de persoon die heeft geniest. Maar er zijn kleine druppeltjes, oftewel de zogenaamde microdruppels, die kunnen dus een afstand van 4, 5, 6 meter bereiken. En het is dus gebleken dat deze kernen van vocht met het virus erin, dus ongeveer tot 3 uur lang in de atmosfeer kunnen blijven rondzweven en virulent zijn. Dus ze kunnen dus mensen besmetten. Dat is één belangrijk aspect dat we mee moeten nemen. Verder is bekend dat het virus op verschillende oppervlakten, verschillende tijdsduur, tijdspan in leven kan blijven. Dat betekent dat we dus alle oppervlakken die aan het publiek zijn opengesteld en potentieel voor besmetting kunnen zorg dragen, dat we die regelmatig moeten desinfecteren. En verder is dus ook bekend, er zijn een heleboel zaken nu aan het licht gekomen, omdat onderzoek dus heel gestadig geschiet deze dagen rondom deze problematiek. Een ander feit is dat zeg maar bepaalde medicaties die patiënten krijgen voor andere aandoeningen, dat die ertoe kunnen leiden dat de receptoren waar ik het zo net over had, die zich bevinden onder andere in de longen, dat die receptoren in grotere mate kunnen worden aangemaakt. Met als gevolg dat de infectiegraad, of tenminste de gevoeligheid tot infectie van zulke personen die op bepaalde medicatie zijn, kan toenemen. Gevolg daarvan is dat in tegenstelling tot wat we eerder dachten, dat alleen ouderen en alleen mensen met een onderliggende gezondheidsprobleem gevoelig waren voor dit virus. Het nu blijkt dat ook rokers en ook jonge mensen die gezond zijn, die misschien op bepaalde medicatie zijn geweest, dat die toch ook gevoelig zijn voor een gevaarlijke infectie. Nu is het natuurlijk zo dat het voor een heleboel mensen moeilijk is om te onderscheiden, inclusief dus de artsen en andere medisch personeel, paramedisch personeel, verpleegkundigen enzovoorts, omdat het corona-19-virus soms verschijnselen vertoont die je bij een gewone griep of verkoudheid ook hebt, of die je bij een longontsteking ook hebt. Wat is nu precies het grote verschil tussen een infectie met het corona-19-virus en bijvoorbeeld een gewone longontsteking door een bacterie of door bijvoorbeeld een virus? Ja, dus zoals ik zei, heeft het allemaal te maken met de receptoren die een interactie ondergaan met dit specifieke virus. Dus bepaalde virussen, zoals het normaal griepvirus, die vindt de receptoren op onze cellen van ons lichaam, bijvoorbeeld in de keelholte of in de neusholte, waarbij er dus zeg maar een keelpijn ontstaat, er ontstaat een hoest vanwege misschien een infectie van de upper respiratory tract. Maar dit specifieke virus, COVID-19 veroorzakend, vindt dus de receptoren in de longblaasjes, in de binnenste delen van de longen. Met als gevolg dat dus wanneer die inflammatoire respons optreedt, wanneer er een infectie optreedt, dat die infectie meteen is binnen in de longen. En dat u weet, een infectie gaat gepaard met vochtophoping onder andere. En die vochtophoping zorgt er dan voor dat de opname van zuurstof in de longen naar het bloed toe, dat die wordt belemmerd. En dat zorgt dan voor die acute respiratory distress. Inmiddels is het virus door de Wereldgezondheidsorganisatie verklaard tot een pandemie. Dat betekent dus een wereldwijde epidemie die dus over alle continenten van de wereld voorkomt. En het zwaarst getroffen land tot nu toe is China. En daarna hebben we in Europa onder andere Italië en Spanje die het meest getroffen zijn. Is er al iets bekend over hoe dit virus nu ineens de kop heeft opgestoken? Want je hoort ook allerlei verhalen over waar het virus vandaan komt. Het zou in verband zijn gebracht met een vismarkt waar er levende dieren werden verkocht. En je hoort ook allerlei verhalen dat het zou passen binnen een, wat ze noemen, bacteriële oorlogvoering of biologische oorlogvoering. Je hoort allerlei conspiratietheorieën of lees je op het internet. Wat is er tot nu toe concreet wetenschappelijk vastgesteld? Dit is een interessant onderwerp.
De conspiracy-theorieën, daar zou ik me niet aan willen wagen, omdat ik wetenschapper ben en ik ga dus uit moeten gaan van bewezen wetenschappelijke informatie. En wat er wetenschappelijk momenteel bekend is, is dat vanwege de aard van het virus, waarbij we weten dat bepaalde virussen dus mutaties ondergaan en species specifiek zijn. Dus je hebt bepaalde virussen die bijvoorbeeld ziekten veroorzaken binnen een bepaalde populatie van dieren, waaronder ook wilde dieren, maar ook gedomesticeerde dieren, maar ook bij de mens. Maar vanwege die mutaties krijg je dus veranderingen in de eigenschappen van die virussen, met als gevolg dat het soms gebeurt dat een bepaald virus kan overspringen van, in dit geval, wilde dieren naar de mens. En dan praat men over een zoonose. Dus een zoonose is een ziekte die zowel bij de dieren als bij de mensen kan voorkomen. Dus de wetenschap is tot nu toe uitgekomen met publicaties waarbij is aangetoond dat dit virus, dat COVID-19 veroorzaakt, dus vanuit de wilde dieren die verkocht werden op deze markt in Wuhan, is overgegaan op de mens en als zodanig dus COVID-19 niet veroorzaakt. Je sprak daarnet over een mutatie van een virus. We hebben natuurlijk een heleboel mensen die luisteren die niet zo wetenschappelijk onderlegd zijn. Wat is dat precies? En misschien kun je ook even uitleggen wat het verschil is tussen een virus en een bacterie en een ander micro-organisme. En wat dus een mutatie nu is. Ja, dus om te beginnen met het laatste. Niet alle micro-organismen zijn slecht. Een heleboel micro-organismen zijn zelfs nuttig voor ons als mens. Maar binnen de populatie van micro-organismen, dat zijn dus onder andere bacteriën, virussen, schimmels. Binnen die populatie heb je dus bepaalde die wel nadelige gevolgen hebben, met name voor de gezondheid. En dan praten we over pathogenen. Deze pathogenen kunnen we inderdaad onderbrengen in onder andere bacteriën en virussen. Het grote verschil tussen bacteriën en virussen is dat bacteriën in principe door middel van antibacteriële middelen, waaronder antibiotica, kunnen worden doodgemaakt. Virussen daarentegen kunnen, wanneer ze iemand hebben besmet, kunnen ze niet als zodanig worden bestreden. Wat men kan doen, men kan de voortplanting van zo'n virus kan men remmen. Dat zijn de zogenaamde virusremmers die aan een patiënt kunnen worden toegediend. Of men zou ervoor kunnen zorgen dat het virus zijn beloop heeft. En wanneer het virus zijn beloop heeft, dan gaat het eigen immuunsysteem van het lichaam gaat dan ervoor zorgen dat het virus, zeg maar, overwonnen wordt. Er wordt dan door het immuunsysteem worden er antibodies aangemaakt en dat is een soort van intelligence system in het lichaam, waarbij zo'n virus dan wordt herkend en vastgelegd in een interne database, zodat de volgende keer als het virus zich aandoet, dat hij dan meteen onschadelijk wordt gemaakt en geen vergaande gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Wat is nu precies het grote gevaar van dat nieuwe coronavirus? Want je hoort allerlei berichten uit het buitenland dat men onder andere door de situatie in Wuhan een redelijk goed beeld heeft gekregen over wat ze noemen de virulentie van het virus. En misschien kun je dat straks ook even uitleggen. Maar dat men dus ook een aantal dingen heeft vastgesteld. Onder andere de fatality rate, dus hoe dodelijk is het? En welke de risicogroepen zijn ervan? Waarin verschilt dat COVID-19 virus van bijvoorbeeld een banale griepvirus? Dus als we kijken naar de ernst van de klachten en in hoeverre het dodelijk kan zijn. En moeten wij inderdaad zo bang zijn voor het COVID-19 virus zoals dat nu eigenlijk, ja, het wordt ons bijna allemaal opgedrongen dat we vreselijk bang moeten zijn voor het virus, want het komt eraan. Er is één geval in Suriname bevestigd, maar er zijn weer andere mensen die zeggen, laten we het wel even relativeren als we het kijken met de mortaliteit van andere ziekten bijvoorbeeld. Wat staat er vast hieromtrent? Ten eerste moet ik zeggen dat paniek nooit een goede situatie is. We moeten het hoofd koel houden, maar we moeten wel de wetenschappelijke informatie goed blijven volgen, zodat we lering daaruit kunnen trekken en tijdig, en ik leg de nadruk op tijdig, kunnen inspelen hierop om erger te voorkomen. Want het is, alhoewel we niet in paniek moeten raken, is het wel degelijk een zeer ernstige situatie. En ik ga proberen aan te geven waarom. Dit specifiek virus heeft een vrij lange incubatieperiode. Het kan asymptomatisch worden overgedragen. Dat betekent dat mensen die niet eens weten dat ze ziek zijn, tot zelfs 3-4 weken lang dit kunnen verspreiden onder andere mensen. Ander geniepig aspect van dit virus is dat het dus meteen kan zorg dragen voor een zware longinfectie, waarbij dus de beademing nodig is en dat we dus zien dat de medische voorzieningen op landelijk niveau, en dan praat ik eigenlijk internationaal, als we verschillende landen gaan vergelijken onderling, dat die medische voorzieningen niet toereikend zijn en niet
niet in balans zijn met het aantal patiënten dat zich zeg maar in één keer zo aanmelden. Wat kunnen we opmerken in de wereld? We kunnen eigenlijk lering trekken. En dit zeg ik al 4 tot 5 weken, omdat we lering hadden kunnen trekken in het epicentrum. Toen Wuhan, China, daarna Zuid-Korea, Japan en andere landen in die regio dit doormaakten. Toen hadden we lering kunnen trekken en kunnen zeggen van hey, we gaan onze grenzen sluiten voor mensen die potentieel geïnfecteerd zijn. En dat was zo dan een vrij drastische maatregel zijn, maar het zou ons wel kunnen behoeden voor erger. Inderdaad is het zo dat we nu zien, nu we enkele weken verder zijn, dat er bepaalde landen zijn die inderdaad op een drastische manier dit hebben aangepakt. En dat zijn de landen die er goed vanaf zijn gekomen. En welke landen zijn dat? Een voorbeeld is Singapore. In Singapore heb je bepaalde gevallen gehad. Ze hebben het drastisch aangepakt en het is de kiem in gesmoord, letterlijk. China zelf heeft het heel drastisch aangepakt. En we zien dat nu, 5, 6 weken verder, China opgelucht adem kan halen, omdat ze in principe de strijd binnen relatief korte tijd hebben gewonnen. Aan de andere kant zien we dat er bepaalde landen zijn die zich eigenlijk een beetje afwachtend en onverschillig hebben opgesteld. Landen zoals Italië, Japan, Iran, nu jammer genoeg ook de United States van Amerika, Canada en helaas ook Nederland, die een bepaalde opstelling hebben van hey, het is maar een virus, laat het op zijn beloop en dan komt het wel goed. Het blijkt niet de juiste opstelling te zijn. Omdat wat er zich afspeelt in principe, zodra je besmette gevallen hebt binnen je populatie, lijkt het alsof het enkelingen zijn. Maar vanwege het feit dat de verspreiding ongedetecteerd plaatsvindt, word je dan opeens geconfronteerd met een exponentiële toename in het aantal gevallen. En dat is dan het gevaar, want dan kan je medisch systeem kan het niet meer aan. Dan heb je dus dat er een onnodige sterfte plaatsvindt op grote schaal. Je zegt of je noemt een aantal landen met een juiste approach, een agressieve approach. En andere landen die het maar een beetje op hun beloop hebben gelaten. Maar dat zijn ook landen ja, die je niet ontwikkelingslanden kunt noemen. Ook ontwikkelde landen hebben dat gedaan. Wat is dan volgens jou precies die juiste agressieve approach? Ik vind het vervelend dat ik dit moet zeggen. Maar met mij hebben een aantal mensen, niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland, we zijn al een tijdje in de media getreden, 4, 5 weken lang, om te pleiten voor deze agressieve approach om erger te voorkomen. Onder een agressieve approach versta ik dat je dus eigenlijk de situatie een aantal stappen voor moet zijn. Zodat je inderdaad, wanneer die uitbraak plaatsvindt, je het aantal mensen dat tegelijk ziek wordt, dat je dat binnen de perken houdt. En dat het niet de pan uitschiet. Wanneer je dat niet doet, dan krijg je inderdaad dat die exponentiële groei, de exponentiële presentatie van zieke mensen, dat dus je medisch systeem en je capaciteiten voorbij gaat. En dan kan je ze niet meer helpen, je kan ze niet meer behandelen. En daar zit het gevaar in. Ja, maar even concreet, wat is nu precies agressief? Agressief betekent dat, ja, agressief heeft afhankelijk van wanneer je praat, heeft het verschillende betekenissen. 4, 5 weken geleden was agressief. 1. Begin voor te bereiden. Serieus voor te bereiden. Want het komt eraan. 2. Sluit je grenzen zo lang als nodig en zo strikt als mogelijk voor alle potentieel besmette mensen. Dat betekent mensen die zouden kunnen reizen vanuit gebieden waarvan je weet dat er eventueel reeds besmetting bestaat. Dus dat was toen, de tijd was dat agressief. En dan praat ik over 4, 5 weken geleden was dat agressief. Agressief betekent nu, vandaag aan de dag, betekent dat je eigenlijk je heel sociaal verkeer, men noemt het social distancing, en een heleboel mensen hebben nog niet goed door wat dat in principe betekent. Social distancing ga je dus moeten toepassen. En dat betekent dat mensen zo min mogelijk contact met elkaar moeten hebben. Het gaat niet alleen om grote drommen mensen, het gaat ook gewoon om 2 personen die een bepaalde afstand moeten onderhouden, zodat eventuele overdracht tot een minimum wordt beperkt. En op die manier kan je dus het virus en de verspreiding daarvan indammen. Zaken zoals persoonlijke hygiëne. Ga ervan uit dat alle oppervlakken potentieel besmet kunnen zijn. Dus zit niet met je handen overal aan. Hou ze vooral uit jouw gezicht en uit het gezicht van anderen, want de besmetting vindt plaats voornamelijk via de mond, de neus en de ogen. En als je dus met een oppervlak hebt aangeraakt, een deurknop, geld, zeg maar, je hebt publiek transport gebruikt, desinfecteer je handen eerst voordat je, zeg maar, je ogen wrijft of je gezicht jeukt. Ja, dus het zijn dat soort kleine dingen die in acht genomen moeten worden. Niet alleen, het zijn nog steeds voornamelijk de mensen die de grootste risicogroep vormen, die we in bescherming moeten nemen. Dat zijn met
met name nog steeds de mensen boven de 50, 60 jaar. Het zijn nog steeds de mensen waarvan we weten dat ze een onderliggende medische conditie hebben. En het zijn nog steeds de mensen die rokers zijn. Het zijn nog steeds de mensen die bijvoorbeeld vanwege hun verantwoordelijkheden in de maatschappij zich niet kunnen permitteren dat ze ziek worden. En dan heb ik het over de medici. Ik heb het over het verzorgend personeel. Ik heb het over de mensen in de voedingsindustrie. Ik heb het over de mensen die op onze kinderen moeten passen. Ja, dus dat soort mensen moeten we in extra bescherming nemen om te proberen dit virus in te dammen en te voorkomen dat onze infrastructuur wordt ondermijnd. Ja, nu hebben de mensen in Wuhan de zaak ook agressief aangepakt. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen van hoe agressief dat is? Want ik heb allerlei beelden gezien en filmpjes op het internet van complete flats die zijn afgesloten. Mensen die achter een raam staan en uitgangen van flats en appartementenbloks die dicht zijn gebrand, zodat niemand meer in en uit kan. Misschien een belangrijkere vraag. Voorzie je zo'n situatie ook hier in Suriname? In China, China is een communistisch land. Ze hebben het drastisch aangepakt en ze hebben het serieus genomen. Of dat de juiste manier van aanpak is, dat zou ik niet willen stellen. Omdat ze inderdaad dus met de harde hand mensen ertoe hebben gedwongen. In sommige gevallen zelfs tot extreme zijn overgegaan om deze mensen in het gareel te houden. Dus zover zou ik niet hopen dat het hoeft te gaan. Maar met goede voorlichting, en Faik, dat doen jij en ik momenteel, kunnen we wel de mensen op het hart drukken om dit serieus te nemen. Er zijn helaas tot de dag van vandaag intellectuelen in ons midden. Niet mensen die zeggen van, oh, ik had het niet begrepen. Mensen die gewoon de zaak niet serieus genoeg willen nemen. En die toch tegen de adviezen, tegen de beelden die we zien, wat er gebeurt in het buitenland, zich toch op een nospang houding innemen. En zich toch op het standpunt stellen van, het is een far of my, from my bed show. Dat is geenszins het geval. Dus ik wil nogmaals benadrukken, lieve Surinamers, dat we niet in paniek raken, maar dat we wel, nu dat het nog kan, de nodige maatregelen treffen om onszelf een ramp te behoeden. Ja, wat vind je van de aanpak van de Surinaamse regering tot dusver rondom COVID-19? Ja, ik heb vaker gezegd, het is natuurlijk heel makkelijk om aan de zijkant te staan en kritiek te leveren. Dus ik wil me weer houden om dat te doen. Ja? Want ik trek al 4-5 weken aan de noodbel, de noodklok. En ik ben ook in contact getreden met verschillende autoriteiten. Met name de minister zelf van Volksgezondheid heb ik aangeschreven 5 weken geleden. Ik heb brieven gestuurd naar het NCCR. Ik heb brieven gestuurd naar het BOG. Met in de CC alle belangrijke actoren, zoals buitenlandse zaken, de Nationale Assemblée, de voorzitter van de Nationale Assemblée, kabinet van de vicepresident, kabinet van de president, ronduit alle belangrijke actoren die hier verantwoordelijkheid zouden moeten tonen en tijdige actie zouden moeten ondernemen. Wat hebben we gezien? Ik ben aangenaam verrast vanwege het feit dat ik ben uitgenodigd door met name de directie van het BOG om aan tafel te zitten. We hebben dus lopende afspraken waarbij ik ze op de hoogte hou van de wetenschappelijke informatie. Ik heb de contacten binnen de wetenschappelijke kanalen om die first-hand informatie dus door te kunnen spelen aan onze autoriteiten. In de praktijk wil het dat het in principe een relatief log orgaan is dat uiteindelijk bepaalde vergaande maatregelen moet treffen. En wat bedoel ik daarmee? Met log bedoel ik niet dat men niet hard werkt. Integendeel wil ik de mensen complimenteren. Ik wil de mensen van het BOG met name, Volksgezondheid, de mensen van het NCCR wil ik complimenteren, want er is hard gewerkt. Maar helaas moet ik constateren dat de maatregelen zoals we die hebben voorgestaan 4-5 weken geleden. Ik wil bijna zeggen alsof de duivel ermee speelt. De dag dat wij positief geval hebben geïdentificeerd in Suriname zijn doorgevoerd. Toen pas is het doorgevoerd. En ik weet zeker dat het niet opzettelijk zo is gegaan. Maar het is wel opmerkelijk dat het zo is gegaan. Dus wat moet er nu nog gebeuren? We moeten nu gaan werken aan awareness. We moeten nu gaan kijken van wat schrijven onze autoriteiten voor. En wij als bevolking moeten dat serieus nemen en inderdaad ons eraan gaan houden. Ja, je zegt die maatregelen zijn getroffen op de dag dat het eerste geval in Suriname bekend werd. Wat zou er beter zijn gegaan als die maatregelen een maand of 2 maanden geleden zouden zijn ingevoerd?
Wel, in elk geval zouden we dan met een geruster hart rond kunnen lopen, omdat dan hoogstwaarschijnlijk de besmetting binnen Suriname tot een minimum zou zijn beperkt. Wat weten we nu? Zodra je in principe één persoon hebt geïdentificeerd, weet je dat er meerdere zijn. Ook al heb je ze nog niet geïdentificeerd, ze zullen er zeker zijn, want die besmettingsgraad, die virulentie waar u het zo net over had, is zeer hoog bij dit virus. Men praat zelfs over één besmet persoon. Als die persoon is geïdentificeerd en geïsoleerd meteen, kan je ervan uitgaan dat hij 2 tot 5 mensen heeft besmet. Wanneer hij ongedetecteerd een tijdje rondgaat, dan kan het oplopen van 20 tot 50 personen. Ja? En je begrijpt het, het gaat makkelijk exponentieel. Exponentieel betekent het gaat niet 1, 2, 3, 4, maar het gaat 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 enzovoorts. Dus binnen een mum van tijd kan je geconfronteerd worden met grote aantallen. En dat zien we in principe gebeuren in een heleboel landen rondom ons. Het grote advies is ten eerste, doe aan die grote preventie en 2, bereid je voor op het ergste. Ja, nu er bij het eerste coronageval de maatregelen zijn ingevoerd. Wat is nu de termijn waarbinnen we moeten gaan kijken hoeveel nieuwe gevallen zich voordoen om de ernst van die verspreiding, of om daar een beeld van te krijgen? Want je zegt dat die persoon hier waarschijnlijk contact gaat met andere mensen. Maar goed, dit was een importgeval, toch? Die patiënt die kwam uit Nederland. En de vraag is, de kans dat zo'n persoon die in Suriname is aangekomen, zat er wel geloof ik 2 dagen tussen het moment van terugkeer en dat het vastgesteld is. Dus als je theoretisch gezien, als je alle contacten die de persoon heeft gehad in die 2 dagen sinds haar aankomst in Suriname, als je die screent, dan zou je waarschijnlijk verder verspreiding kunnen hebben voorkomen. Ja, dus we praten over exponent. Dit is precies waar we het over hebben. Dus hebben we geen gevallen, dan kunnen we met redelijke mate van zekerheid zeggen van we zijn safe. En de enkele gevallen die zich misschien toch aandoen, die kunnen we misschien handelen. Heb je een geval waarbij je dus weet dat zeker 2 dagen die persoon in contact is geweest met anderen, dan kan je gaan doen aan contact tracing. Ja, contact tracing is dat je dus gaat kijken van met welke andere personen en welke andere omgeving is deze persoon in contact geweest. En dan kan je alle mensen proberen te identificeren die mogelijkerwijs besmet zijn geraakt. Het vervelende is dat elk van deze personen weer zijn eigen contact heeft gehad. Dus eigenlijk is het een spinnenweb die steeds verder groter en groter wordt en onoverzichtelijker wordt. En onoverzichtelijkheid is in principe het probleem hier. Want we wanen ons veilig, maar we meten niet genoeg. Dus in principe weten we niet. Wanneer de vraag werd zo net gesteld van wanneer gaan we weten. Helaas gaan wij als ontwikkelingsland, waarbij we weten dat we niet genoeg meten, gaan we pas ermee geconfronteerd worden wanneer mensen inderdaad ziek zijn en zich gaan aanmelden. Want er wordt niet genoeg gemeten. Hetzelfde zien we momenteel eigenlijk gebeuren in Amerika, Groot-Amerika. Waarbij de president van Amerika, de heer Trump, heel lange tijd heeft gezegd van het komt wel goed, het loopt niet zo vaart. En 2 dagen geleden is hij wakker geworden. Hij heeft niet geluisterd naar zijn wetenschappers al die tijd. Hij heeft niet geluisterd naar zijn medische experts. Hij heeft niet genoeg gekeken van wat er gebeurt in andere landen. En heeft zich gewaand van we kunnen het aan. En wat zie je gebeuren? Vanwege het feit dat ze niet hebben getest en nu pas beginnen te testen, verkeren ze zich nu eigenlijk in een traject dat begint te lijken op Italië. En we praten nu over de grote United States of America, waarbij ze nu pas drastische maatregelen gaan treffen. Vandaag heeft hij dus de grens met zelfs Canada gesloten. En dan weet je hoe ver het is, want Canada en de United States zijn tweelingen in principe. De grens met de Europese Unie had hij al gesloten, hè? Ja, hij heeft eerst de grens met China gesloten. Ja, dat heeft hij vrij snel gedaan. Grens met Europa heeft hij 2 dagen geleden gedaan. Grens nu met Canada. Maar je ziet welke kant het op gaat. Men is zich er nu van bewust hoe ernstig het is. En men begint nu te meten. En men heeft een budget van meer dan 50 biljoen US dollars vrijgemaakt. Alleen om dit aan te kunnen. Om dat nu te vertalen naar onze omstandigheid hier in Suriname. We hebben niet de capaciteit om massaal te gaan meten. Dus we gaan niet weten waar in die curve we precies zitten. Des te meer reden voor ons om elk ons individuele verantwoordelijkheid te kennen. Te gaan zitten op een stukje preventie. En preventie kan je op verschillende niveaus doen. We hebben zo net gesproken over preventie op landelijk niveau. Daarover ga ik het niet meer hebben. We hebben al gevallen binnen. Dat is zeker. De preventie kan ook zijn op het gebied van instituten. Ja, we zien nu een heleboel instituten zijn gesloten. Laten we hopen dat het tijdig is gebeurd. Preventie op het niveau van onderwijsinstellingen. Want het vervelende wil
verschil dat alhoewel jonge kinderen gelukkiger wees niet heel erg gevoelig schijnen te zijn, ze wel besmet kunnen raken en het kunnen meenemen naar huis voor opa of oma of voor hun ouders. En dat is dan een heel vervelende situatie, want die zijn dan wel een stuk gevoeliger. Preventie kan zich ook afspelen op bijvoorbeeld het niveau van intermenselijke interacties, dus sociale contacten, de bioscopen, restaurants. We zien nu gelukkigerwijs dat ja, de meeste restaurants zijn overgegaan op take-out. Dat is goed, oké? Okay? We zien de supermarkets. Waar we voor moeten waken is dat de supermarkets, dat er daar een stormloop gaat worden. Want wat je niet wil hebben is een heleboel mensen op een hoop. Want dan is het besmettingsgevaar groot. Dus je wil proberen om dat in elk geval de mensen ervan te garanderen dat er geen schaarste gaat optreden. Zodat ze normaal hun inkopen kunnen doen in plaats van in drommen. Verder ook op een persoonlijk niveau, gewoon thuis. Ja, weten we dat iemand ziek is? Isoleer de persoon even in een kamer. Geef het door aan de autoriteiten. Er zijn nu meerdere nummers, maar één nummer dat ik zo uit het hoofd ken is 178. Daar kunnen de autoriteiten advies bieden wat te doen in zo'n geval. Mocht het zijn dat iemand griepverschijnselen heeft, ga niet lukraak naar de huisarts. Want in de wachtkamer bij de huisarts kan je andere mensen besmetten. Dus dat is een ander niveau van preventie. Let erop dat wanneer jij zelf het vermoeden hebt dat je eventueel besmet kan zijn, ga even in zelfisolatie, in zelfquarantaine en meld de autoriteiten zodat het even onderzocht kan worden van misschien is het niets, maar het kan ook iets zijn. En als het iets is, dan heb jij niet alleen hulp nodig, medische hulp, maar je hebt ook zeg maar de verantwoordelijkheid dat je het niet overdraagt op anderen. Ja. En dan preventie op het persoonlijk vlak, persoonlijke hygiëne, was je handen regelmatig op de juiste manier met zeep en water. En wat is de juiste manier? De juiste manier is 20 seconden en dan vigorously, dus stringent wassen. Dus goed wassen tussen de vingers, onder de nagels vooral met zeep en dan goed afspoelen. 20 seconden, men zegt sing happy birthday 2 keer, maar dat is niet onze happy birthday, want onze happy birthday is bijna 30 minuten. Dat is gewoon happy birthday op zijn Engels. En desinfecteren waar het kan. Dus er is moeilijk nu een hand sanitizer te vinden, want alles is op. Alcohol is een optie om te desinfecteren. Ja, dus persoonlijke hygiëne. Niezen in de boeg van de elleboog of in een papieren tissue en dat dan weggooien. Niezen in de handen, want daarmee besmet je juist je omgeving. En hou je handen uit je gezicht. Wat kunnen we zeggen over de statistiek bij het COVID-19-virus? Want ik las berichten over als er 100 mensen besmet worden, dan hebben 80 geen of heel milde verschijnselen. 20 zijn er erg aan toe en daarvan gaan er 2 uiteindelijk dood. Kan je iets zeggen? Want ik zie dat die cijfers verschillen van land tot land. Bij bepaalde landen is het wat meer richting 2%. Bij andere landen gaat die sterfte meer naar richting 4%. Waar ligt dat aan? Ja, dus dat ligt eigenlijk aan verschillende factoren. Een van de belangrijke factoren is het feit dat hoe meer je meet en hoe meer je gevallen vaststelt, je percentages ook omlaag gaan gaan. Want het is allemaal relatief. Dus daarom zien we die grote verschillen in verschillende landen ook. Dat is één aspect. Dus de mate van meten. Tweede aspect dat toch wel belangrijk is, is de, waar we het eerder over hebben gehad. Dat stukje van de mutaties. Want het is nu bekend dat dit specifiek nieuw coronavirus reeds mutaties heeft ondergaan. Waarbij er tenminste 2 strains, waarvan ik weet, zich hebben verspreid over de verschillende landen. Er is een heel virulente strain. Een strain is dus een variant op het virus. En er is eentje die een beetje een mildere vorm is. Maar beide hebben zich verspreid naar verschillende landen. En dat is dus een mogelijke reden waarom we dus verschillen zien in de percentages. Mm-hmm. Er kwam nu net een vraag binnen. Meneer Fijk, even een vraagje. Hoe dan als je met je partner samen slaapt dan? Want bij het slapen ademen we in en uit zonder dat je het weet. En je weet ook niet of je hoest. Hoe zit het dan met partners die gaan slapen? Ja, dus partners die gaan slapen, die zijn sowieso, als het goed is, als ze getrouwd zijn op de normale manier, de juiste manier, 1 zijn, dan zijn ze gewoon 1. Zijn man en vrouw, dat is 1 unit. Dus als de ene ziek is, is de andere sowieso ziek? Als de ene besmet is, dan zal de andere sowieso besmet zijn, omdat ik aanneem dat er intiem contact is tussen 2 partners, toch? Er is intiem contact, je bent een aantal uren per dag ben je gewoon intiem met de persoon, je slaapt samen. Dus ik zou me geen zorgen maken tussen partners. Natuurlijk, als je weet dat de ene ziek is, moet je je distancieren en ook laten testen. Ik hoop dat ik de vraag heb beantwoord. Oké, nou als het niet zo is, dan zien we dat straks wel verschijnen via app of sms of e-mail. Wat zou je persoonlijk kunnen doen? Je hebt een paar maatregelen genoemd, social distancing,
handen ontsmetten. Wanneer moet je dat met de handen vooral doen? Is het zoals je dat altijd gewend bent, voor het eten, naar het toilet gaan? Of zijn er nu, moet je het nu extra doen om je handen te desinfecteren? Ja, dus sowieso nog steeds de voorgeschreven tijdstippen waarop je dus je handen schoon moet hebben voor het eten. Reinigen naar het toilet gaan, het reinigen naar publieke gelegenheden gebruikt te hebben. Vooral wanneer je geld hebt aangeraakt. Maar nu is het des te belangrijker. Dus ik zou zeggen van, zodra je in principe voelt dat je handen vuil zijn, en dat laat ik aan uw eigen intuïtie over. Maar ik weet van mezelf, als ik bijvoorbeeld een toonbank heb aangeraakt, dan weet ik van, er zijn voor mij tientallen, zo niet honderden mensen geweest die hetzelfde hebben gedaan. De kans dat iemand besmet was, is groot. En dat ik dus op die manier mezelf kan besmetten of anderen kan besmetten, is groot. Was die handen dan? Toch? Dus gewoon frequenter doen. En handen wassen is één, maar handen desinfecteren is natuurlijk ook een optie, want we lopen niet met een wasbak en een stuk zeep rond. We kunnen wel een handsanitizer bij ons hebben. En op die manier dus ook de handen desinfecteren, regelmatig. Ja, er is vaak gesproken over deurklinken, deurknoppen, hendels, maar ook over geld, cashgeld. Is dat echt waar dat geld ook een belangrijke bron van besmetting zou kunnen zijn? Het is papiergeld? Sowieso, het is sowieso onder deze omstandigheden, niet alleen papiergeld, maar ook munten. Omdat aangetoond is dat verschillende oppervlakken het virus dus in leven kunnen laten zijn. Dus de virulentie ervan, het virus gaat niet dood, pas na een bepaalde periode. En dat verschilt van oppervlak tot oppervlak. Het verschilt van metalen, dus het materiaal waarvan het oppervlak is gemaakt, bepaalt eigenlijk ook de duur gedurende welke het virus nog in leven kan zijn en virulent kan zijn. Dus ik zou zeggen van, desinfecteer gewoon oppervlakken die door meerdere mensen worden aangeraakt of potentieel besmet zijn. En dat stukje van die persoonlijke hygiëne waar we het over hebben gehad. Ik krijg een vraag hier, meneer Fijk. Er is schaarste aan handsanitizer. Mogen ook palm gebruiken? Dat zou zeker kunnen, want zeg, medicinale alcohol is ongeveer 70% alcohol. Ik ben geen kenner van palm hoor, maar ik heb me laten vertellen dat palm zelfs je hebt 100% palm dat gebruikt wordt voor consumptie. In elk geval, alle producten die een redelijk hoog alcoholpercentage hebben, kunnen ertoe bijdragen dat micro-organismen gedood worden. En als ik zeg, natuurlijk geen 3% parbo-bier of zo, maar ik heb het dus over producten met misschien 40, 50%. 60% alcohol. Ja. Die kunnen wel effectief gebruikt worden. Oké. Meneer Fijk, goedemiddag. Ik heb twee vragen. Is het waar dat het coronavirus zich niet kan verspreiden in warme landen zoals Suriname? Dat is iets wat je al geruime tijd zo hoort. En eenmaal, hoe lang leeft dat coronavirus op een deurknop, toonbank, geld enzovoorts? Oké, om even in te gaan op het stukje van deurknoppen en dergelijke. Dus het varieert van wat voor materiaal is het gemaakt. En er zijn dus studies gedaan. Het blijkt dat het kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Ga van het ergste uit. Ga ervan uit dat het zeg maar enkele dagen kan zijn. Dat het virus dus nog op bepaalde oppervlakken kan zijn. Wat was de eerste? Over of het in warme landen minder snel verspreidt. Zoals warme landen zoals Suriname. Ja, daar zou ik niet van uitgaan in dit geval. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit specifiek virus zich zal gedragen in warme landen. Het is wel zo dat bepaalde familieleden van dit virus, zoals bijvoorbeeld het virus dat de flu veroorzaakt, dat seasonal is. Dus zeg maar gedurende bepaalde koude maanden van het jaar komt het dus grotere frequentie komt het dan voor. Maar dit nieuwe coronavirus heet niet van iemand al nieuw. Het heet nieuw omdat het brandje is. We weten nog niet genoeg erover om dat met zekerheid te zeggen. Dus ik zou er niet van uitgaan. Want dat kan een vals gevoel van veiligheid gaan kweken onder de bevolking. En het is dus gebleken dat het reeds voorkomt. Niet alleen in vrijwel alle landen van Zuid-Amerika. Maar ook in Afrika. Dus laten we er niet van uitgaan dat het zo is. Maar mocht het zo zijn, dan merken we het. Ja, een andere vraag luidt. Is het mogelijk dat het virus via dieren ook op de mens wordt overgedragen? Huisdieren? Dat is een interessante vraag. Dus als dat zo is, dan zouden die huisdieren eerst geïnfecteerd moeten zijn. En ik heb geen wetenschappelijke informatie die aantoont dat dat een mogelijkheid is. Het is wel een veronderstelling, een wetenschappelijke veronderstelling, dat dit virus een zoonose is, dat het is overgedragen van een dier op de mens. Welke diersoort het is nog niet helemaal duidelijk. En of het dus inderdaad ook kan worden overgedragen op huisdieren of landbouwhuisdieren,
Dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Dus dat is even, ik zou gewoon zeg maar de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Want ik begreep dat er gisteren of zo een artikel stond van dat er een hond in het Verenigd Koninkrijk, dus in de UK, besmet zou zijn met het coronavirus. Maar ik heb dat nog niet kunnen nadrukken. Ja, er was eerder ook al een publicatie die het virus had aangetoond in een hond in China. Dat is enkele weken geleden, maar sindsdien heb ik er niets meer over gehoord. Dus ik neem aan dat het gewoon een incidenteel geval was. Ja, ik kreeg net de app binnen. Ja, het klopt. En die hond is eraan overleden. Een andere vraag hier is het waar dat het virus boven de 26 tot 27 graden doodgaat of afsterft? Oké, dat is nog zo'n moeilijke vraag. Omdat als wetenschapper moet ik uitgaan van wetenschappelijk bewezen feiten. En zelfs binnen de wetenschap heb je wat men noemt standard error en een bepaalde probability dat het niet het geval is. Dus ik kan niet met stelligheid zeggen de temperatuur is die waarbij het virus niet zeg maar overleeft. Wat ik wel kan zeggen is dat elk virus, eigenlijk elk micro-organisme, een optimum temperatuur heeft, waaronder het dus het best kan gedijen. En deze optimum temperatuur is het in het geval van pathogenen meestal de temperatuur van het lichaam. Pathogenen zijn ziektemakende organismen. Klopt, ja, precies. En dat is dus 37 graden is die cut-off. Is de optimum temperatuur. Om te vermenigvuldigen. Ja, je moet je voorstellen dat het dus een normale verdeling is, een belcurve, waarbij de virussen, of in dit geval het virus, bij zeer lage temperatuur het heel slecht zal doen. Zeer hoge temperatuur zal het heel slecht doen. Maar rond de 37 graden, vanwege het feit dat het een pathogeen is en dus zich graag vermenigvuldigt in levende organismen zoals de mens bijvoorbeeld, dat hoogstwaarschijnlijk de optimum temperatuur rond de 37 graden ligt. Waar de temperatuur zit waarbij het virus dus doodgaat, dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Ik heb ook de berichten gezien in de media, maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Ja, iemand vraagt hier, kan het coronavirus ook in voedsel leven? Ik neem aan van wel. Ik neem aan van wel, omdat dit een virus heeft dus andere cellen van andere organismen nodig om zich te vermenigvuldigen. Dus laten we zeggen dat je... Maar natuurlijk is er een verschil tussen wat voor voedsel, toch? Als we weten dat bijvoorbeeld dit virus een zoonose is en het kan ook voorkomen bijvoorbeeld in, ik noem maar wat hoor, de kip. Dit is gewoon een voorbeeld. Dan weten we dat het bijvoorbeeld ook de cellen van zo'n kip op je bord kan infecteren. Want het zal dus een interactie ondergaan met de receptoren op die cel. En het mechanisme van die cel zal er dan voor zorgen dat het virus zich kan vermenigvuldigen. Natuurlijk, als het gaat om een dode cel, zal dat minder makkelijk gebeuren dan wanneer het gaat om een levende cel. Want als ik praat over mechanismen in de cel, dan heb ik het letterlijk over de eiwitfabrieken of de ribosomen in de cel, die dus op basis van hun genetische impulsen, de genetische regulatie in de cel, dus eiwitten gaan aanmaken. Het virus gebruikt eigenlijk dit mechanisme in de cel om niet eiwitten van de cel te maken, maar om meer virusjes te maken. Dus eigenlijk wordt er een coup gepleegd op de cel van de gastheer, met als gevolg dat de hele machinerie van die cel wordt gebruikt om niet meer de noodzakelijke eiwitten van die cel te maken, maar gewoon om meer virusjes te maken. En dat is het vernuftmechanisme onder welke het virus zich vermenigvuldigen. Ja, iemand vraagt hier, hoe zit het met die chloroquine-tabletten? Kan het ook preventief helpen? Mooie vraag. Ja, mooie vraag, maar kijk, laat me het zetten binnen de context. Omdat we weten dat het ontwikkelen van een vaccin, ja, een langdurig traject is, is men gaan kijken van, wat voor medicamenten zijn er reeds op de markt die mogelijkerwijs dit specifiek virus kunnen bestrijden. Waarom zeg ik dat? Je hebt medicamenten in verschillende soorten. Tegen een virus kan je niet genezen. Je kan wel symptoombestrijding toepassen en je kan de virulentie of de mate waarin het virus zich verspreidt, kan je remmen. Dus dan heb je het over de zogenaamde virusremmers. Je kan op moleculair gebied kan je ook kijken van welke mechanismen worden er gebruikt door het virus in het lichaam om zichzelf te vermenigvuldigen. En dan heb je dus verschillende medicamenten die mechanismen of versterken of verzwakken. En er zijn een aantal medicamenten die met name de ACE2-receptoren in de cel daarop inspelen. En dat zijn juist deze ACE of ACE2-receptoren die zeg maar het virus toegang geven tot de cel van de longen van de mens. En ja, dus er zijn inderdaad medicamenten die daarmee interactie ondergaan. Maar elk medicament heeft ook zeg maar bijverschijnselen.
En in de meeste gevallen, in principe altijd, is het een afweging. Wat wil je bewerkstelligen en wat zijn de neveneffecten van een medicament? En wanneer die afweging is gemaakt, kan je zeggen van oké, dan kunnen we dat gaan gebruiken. Maar de neveneffecten van zo'n medicament zou je dan op de koop toe moeten nemen. Dus het is in principe een kwestie van afwegen. Oké, iemand zegt hier, ik vermoed dat het gebruik maken van de ATM, dus de Automatic Telling Machine, waar je geld uit de muur haalt, zeker een bron van besmetting is. Dus zou het niet beter zijn om handschoenen te gebruiken als je geld gaat pinnen? Die vragen worden steeds moeilijker en moeilijker. Ja, maar dat is het. We hebben slimme luisteraars hier bij People, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou niet zeggen van handschoenen, maar ik zou wel zeggen van neemt u een flesje hand sanitizer mee? En besmet niet alleen desinfecteer niet alleen uw eigen handen na het gebruik van die ATM-machine, maar ook desinfecteer ook even de knoppen voor de gebruiker die na u komt. Ja, iemand vraagt hier, meneer Lal, hoe zit het met de producten in de winkels die door verschillende mensen zijn aangeraakt en het openbaar vervoer? Hoe staat het daarmee? Dat is ook een goede vraag. Natuurlijk, zoals ik al zei, zodra je oppervlakken hebt die door meerdere mensen worden aangeraakt en potentieel virus kunnen bevatten, zodat anderen bij aanraking besmet zouden kunnen raken, moeten we er voorzichtig mee omgaan en moeten in principe deze oppervlakken frequent worden gedesinfecteerd. Dus sowieso de bushouders, het openbaar transport, de taxi-eigenaren en chauffeurs, mensen in de vliegtuigen, mensen in publieke gelegenheden zoals restaurants, gelegenheden waar er veel mensen binnenkomen, de bank enzovoorts. Daar moeten we sowieso de toonbanken, de oppervlakken, de deurknoppen enzovoorts frequenter gaan desinfecteren in deze situatie. Ja. Goedemiddag, blijft het virus ook op plastic materiaal in leven, bijvoorbeeld broodverpakking? En is er een middel, bijvoorbeeld zout, olie of kamfer, even kijken hoor, om het virus ver van je longen te houden? Oké, sowieso blijft het ook in leven voor een bepaalde periode op met name plastic. En als ik me niet vergis is plastic dus een van de materialen waarbij het dus enkele dagen in leven kan blijven. Ik ga zo meteen even kijken of ik die informatie kan vinden van die verschillende materialen. Maar in zaken zoals kamfer wordt genoemd, fix en dergelijke, dat zijn eigenlijk producten die het milieu van micro-organismen niet ideaal maken. Dus zeg maar, micro-organismen zijn net als wij. Ze vermenigvuldigen zich en ze hebben een environment waarin ze zich goed kunnen vermenigvuldigen. Maar het milieu waarin ze zich verkeren, kunnen we ook onplezierig maken of zelfs bemoeilijken voor hun om zich te kunnen vermenigvuldigen. En dat is eigenlijk het mechanisme waarbij bijvoorbeeld fix vapor up of kamfer of gorgelen met zoutwater, gorgelen met mouthwash enzovoorts. Als je dat doet, dan creëer je een milieu voor micro-organismen waarbij ze zich minder goed kunnen vermenigvuldigen. Dus binnen die trend moeten we het eigenlijk zien. Als je bijvoorbeeld één viruspartikel hebt geïnhaleerd en je zou daarna gaan snuiven aan kamfer of aan fix vapor up, dan heb je dus een milieu gecreëerd waarbij dat ene virusje zich minder makkelijk kan vermenigvuldigen. Dus in die trend moeten we het eigenlijk zien. Hetzelfde met drachees. Bijvoorbeeld zuigtabletten die worden gebruikt wanneer je bijvoorbeeld keelpijn hebt. Die maken het milieu binnen de keel, maken ze minder ideaal voor het micro-organisme of het pathogeen om zich te vermenigvuldigen, waardoor je het inderdaad de ergere symptomen kan indammen. Ja. Meneer Lal, moeten de buschauffeurs na elke rit hun bus bespuiten met Baygon of zo? Baygon lijkt me niet zo nuttig, denk ik. Zeker niet met Baygon, maar dat is een vraag van meneer Lal. Nou, Baygon is volgens mij voor all creeping and crawling insects, geloof ik, zegt de reclame. Ja, maar insecticide. Even concreet, de vraag is zelfs, moeten we nog wel gebruik maken van bussen? Want de mensen zitten daar in close contact met elkaar, minder dan 1,5 meter. En ja, als je daar gaat hoesten en niezen, dan verspreid je het van mij heel snel. Dus de vraag is, moet de overheid niet zeggen dat het openbaar vervoer wordt stilgelegd? Hoe is het in andere landen? Wel, we hebben gezien dat in andere landen sommige taxichauffeurs een sheet zetten tussen de cabine waar zij zelf zitten en waar ze passagiers vervoeren. Maar dan zijn zij beschermd. Precies, maar zouden ze tussen de passagiers in, zouden ze dus moeten desinfecteren. En we hebben dit eigenlijk gezien in wat ik noem extreme vormen. Hebben we dat gezien in andere landen. We hebben bijvoorbeeld in China gezien waar ze hele steden letterlijk hebben geschrapt en gedesinfecteerd. Hè. Terwijl de mensen in isolatie waren, waren de autoriteiten bezig om hele steden, wegen, trottoirs, alles te desinfecteren. Met spuitwagens en grote borstels en noem maar op.
Dat vind ik persoonlijk iets wat extreem, vanwege het feit dat we ook weten dat, dat het virus dus in een beperkte duur in leven kan blijven. Dus zo extreem zou ik het niet adviseren, maar we moeten sowieso wel ervoor zorgen dat met name het publiek transport regelmatig de oppervlakken binnen zo'n transport, de stoelen, de hendels enzovoort, desinfecteert. Ja, er komt een vraag hier binnen over Lysol. Of, even kijken, wat staat er hier? Bespuiten met Lysol, de bussen. Er is een Lysol spuitbus. Kills cold en flu viruses, krijg ik hier een foto. Weet je daar iets van, of dat effectief is? Ja, dus Lysol is inderdaad een desinfectant. In tegenstelling tot Bagon. Bagon is een insecticide. Crawling and creeping insects. Dus Lysol is een desinfectant. Dus Lysol zou eventueel wel kunnen, ja. Mm-hmm. Iemand stelt hier de vraag, service station omzet. Moeten deze diensten niet om de 2 weken open zijn? Want daar zit ook veel gevaar in. Groetjes, nog service station. Dus kijk, eigenlijk bepaalde zaken kan je zelf beredeneren. Dus de hendel van zo'n pompstation, van zo'n pomp, wordt frequent bediend door de pompbediende, die dan ook het geld int enzovoort. Dus ik zou voorstellen dat de pompbedienden bijvoorbeeld tussen klanten in even de handen desinfecteren. Dat de hendels even regelmatig worden gedesinfecteerd. Maar niet dat we de pompstations hoeven te sluiten of zo. Dat zou een beetje te ver voeren. Ja. Goedemiddag, voor het taxigebeuren had ik een oplossing om toch te kunnen verdienen. Om spullen op te halen bij de winkels, bij het vervoeren van mensen, moeten we een manier bedenken. Ziet u dat ook als oplossing? Een delivery service, taxi als delivery service gebruiken om te voorkomen dat mensen zelf veel in contact komen met anderen, bij bijvoorbeeld shoppen. Ik zag ook filmpjes vanuit China, maar ja, op den duur weet je ook niet meer wat waar is en wat niet waar is. Maar ik zag een filmpje waarbij, het lijkt niet zo onrealistisch, waarbij mensen gewoon online bestellen en dat ze vervolgens naar de supermarkt rijden en dat die bestelling al in een kratje wordt klaargelegd. En dan komt er een medewerker van die supermarkt. Je doet alleen maar je kofferbak open en je betaalt digitaal en dan worden die spullen in je achterbak gezet en dan rij je weer verder. Dus er is er geen enkel menselijk contact als het waren. Voorzie je ook een ontwikkeling dat wij in Suriname die kant op gaan? Of is dat meer voor de wat geïndustrialiseerdere landen? Nou, kijk, Surinamers zijn innovatief en creatief. Dus ik zou zeggen van, we hebben nu een beeld geschetst van wat de maatregelen zijn. We hebben geprobeerd om u te onderrichten in de reden daartoe. Dus ik neem aan dat de mensen zelf kunnen inschatten. Het gaat erom dat we social distancing en overdracht van het virus minimaliseren. Dus de sky is the limit. We kunnen er creatief mee omgaan. Zolang er zo min mogelijk contact is tussen mensen en het virus zo min mogelijk wordt overgedragen, kunnen we in principe de exponentiële groei die verwachtbaar is, kunnen we dan binnen de perken houden. Ik heb even net een artikel opgezocht over die verschillende materialen waar ik het eerder over had. Dus die aerosol, waarover ik het had bij Nice bijvoorbeeld, die microdroplets, die kunnen dus tot 3 uur lang het virus in leven hebben in kleine droplets die dus in de lucht rondzweven. Dat is 3 uren. Oppervlakken van koper kunnen dat tot 4 uur lang. 24 uur lang op cardboard, dus dat is in een karton, 24 uur. 2 tot 3 dagen lang op plastic en stainless steel. En zo hebben ze dus een zeg maar wetenschappelijk verantwoord onderzoek gedaan op verschillende materialen. En dat kan ik dus met u delen. Ja, er zijn straks nog een paar andere vragen die gesteld worden. Ja, maar zo snel, we hebben nog 5 minuten geloof ik. Snel nog even doorheen. Een hele goede avond, meneer Faye, komt uit Nederland. Als je eenmaal besmet bent met het virus, hoe herstel je weer? Ja, dus de manier waarop je herstelt is dat je eigen immuunsysteem dus die fight aan moet gaan. Dus dat betekent dat jouw immuuncellen die immuniteit gaan moeten opbouwen, de strijd moeten aangaan tegen het virus en uiteindelijk zal je dan genezen met of zonder medische bijstand. Het goede van het opbouwen van immuniteit is dat je dan antibodies gaat aanmaken tegen het virus, met als gevolg dat je dit specifiek virus de volgende keer niet als zo ernstig zal ervaren. En dat is in principe hoe virussen worden bestreden binnen de populatie.
Iemand vraagt hier, is het geen risico om die 50 Cubanen, verpleegkundigen en artsen, direct het land binnen te brengen zonder 2 weken quarantaine? Ja, in principe is dat een risico, maar als ik me niet vergis, worden de mensen voorzien van een certificaat van gezondheid. Ik neem aan dat dat goed zou moeten zijn voor enige mate van verantwoordelijkheid die getoond wordt vanuit de autoriteiten daar. Dat ze dus geen mensen sturen die potentieel besmet zijn. Maar inderdaad is het zo dat iedereen die potentieel besmet is, inderdaad in quarantaine zal moeten gaan voor een bepaalde periode. Om dan even uit te testen of die persoon inderdaad besmet is, ja dan nee. Ja, oké, we gaan afronden, want je hebt nog vervolgafspraken. Ik denk dat er nog een heleboel vragen zijn, maar misschien dat we dan een tweede sessie nog een keertje moeten plannen voor vragen die de mensen stellen. Een van de vragen die hier binnenkomt is ook een interessante vraag. Hoe lang denkt u, meneer Huisden, dat dit nu allemaal gaat duren, die pandemie? En als het in China binnen 4 maanden als het ware op zijn retour is, zal dat ook in Suriname zo zijn? Ja, dus die vraag, het hangt er vanaf. Inderdaad pleit ik dus voor een drastische maatregelen, zodat we het kunnen indammen en ons erger wordt voorkomen. Op die manier kan je het inderdaad binnen 2 tot 4 maanden kan je het dus blijkbaar indammen. Er zijn dus voorbeelden internationaal. China heeft dat gedaan. In de Filipijnen hebben ze dat gedaan. Ja? Maar hoe gaan wij ermee om? Iedereen levert zijn bijdrage. Ik doe het in de vorm van voorlichting. Ik doe het in de vorm van de mensen uitleggen van waar het om gaat. Enzovoorts. U gaat het doen. Iedereen binnen de samenleving gaat het doen door persoonlijke hygiëne. Social distancing nogmaals. Alsjeblieft. Niet omdat u zich nu kip lekker voelt, betekent dat u gevrijwaard bent. We moeten lering trekken uit wat we zien in andere landen. En daar schiet het de pan uit. Dus we moeten voorbereidingen treffen in Suriname, zodat mocht het de pan uitschieten, dat we toch enige mate van voorbereiding hebben getroffen, zodat we het aankunnen. En onder die ideale omstandigheden kan het kort duren. Ja? En dat is hoe lang? Dus inderdaad, die 2 tot 4 maanden zou het kunnen duren onder ideale omstandigheden. In het andere geval, er zijn ook andere gevallen, minder prettige voorbeelden in de wereld. Bijvoorbeeld Iran, waar ze nu, je kan het op Google Earth kan je het bekijken, hebben ze in principe gewoon hele hectare vol met massagraven. En niet alle gevallen zijn doorgegeven. Ja, niet alle sterfgevallen, maar je ziet dus gewoon dat men hele grote arealen gewoon aan massagraven heeft besteed. En dat is wat je dus niet wil. Ja, dus laten we gewoon gezamenlijk als Surinamers het hoofd koel houden. Niet te veel social media, maar wel de wetenschappelijke informatie volgen. De autoriteiten volgen, de adviezen die we krijgen van de regering, die op de voet volgen. En natuurlijk, wat we zelf kunnen doen, is die social distancing nogmaals. Dat betekent, hou afstand tussen andere mensen. Hoeveel precies? Zoals ik al zei, er wordt gezegd 1,5 tot 2 meter. Ik zou zeggen, om veilig te zijn, wanneer het kan, 5 tot 6 meter. Want als iemand onverhoopt niest, en dat niet in een tissue doet, of niet in de boeg van de elleboog, dan kan je dus besmet raken tot 5, 6 meter afstand. Toch, dus gebruik gewoon common sense. En als het niet moet, ga niet plakken bij elkaar. Hou die afstand. Als het moet, hou 1,5 tot 2 meter aan. Als het bijvoorbeeld gaat om een vergadering of zo, hou 1,5 tot 2 meter aan. En dan moeten we er doorheen komen. Travas no de. Ja, en dan nog een laatste vraag. Klopt het dat je niet in een gesloten auto met airco moet rondrijden, bijvoorbeeld in een taxi, omdat het virus zich in het ventilatiesysteem zou nestelen en daar overleeft? Dus in principe het enige dat ik samen met u kan doen, is hier logisch over nadenken. We hebben gezegd het kan in aerosol tot 3 uren lang blijven rondzweven. Het zou dus inderdaad in zo'n auto, in het airconditioning systeem kunnen geraken en daar 3 uren lang of misschien op een oppervlak komen. Ik heb zo net die in verschillende materialen genoemd.
Als het op plastic is, kan het tot enkele dagen daar blijven. Dus laten we common sense gebruiken. Is het publiek, is het een taxi? Dan sowieso circulatie ervan in de gaten houden. Misschien ook desinfecteren enzovoort. Is het uw persoonlijke auto? Dan zou ik het niet zo serieus nemen. U kan gewoon uw airco gebruiken. Dus dat is zo'n beetje wat ik ervan kan zeggen. We gaan allemaal common sense moeten gebruiken. Want een heleboel is niet een wetenschappelijk bewezen. En is niet met zekerheid te stellen. Oké. Goed, dan gaan we het voorlopig hierbij laten. Want je moest om 4:15 weg. Want je had nog vervolgafspraken. Ja, ik ben om 4:00 ben ik live op televisie bij ABC. Oké. Goed, dan zeggen we gedag. En waarschijnlijk, je bent ook opgenomen hier via de televisie. Dus dat wordt op een ander tijdstip uitgezonden en via YouTube. Dus de mensen die zich zorgen maken dat ze te laat hebben aangeschakeld, geen zorgen maken. De beelden zijn al geschoten. Ze komen binnenkort op YouTube en dan kunt u ook daarvan genieten. Mag ik je hartelijk dank zeggen voor je komst naar de studio? Ik geef je geen hand. Hopelijk kunnen we binnenkort, als er daar de behoefte aan is, opnieuw contact met je leggen voor aanvullende info. Graag gedaan, Faik. En succes met de uitzending. En ik doe het graag. Oké, hartelijk dank. Fijne dag verder. Dit is People FM. Foto 94.1, Boskonde 102.7. Hier hoor je alles, alles. People FM. Hello virus from Wuhan. De situatie is zeer nijpend. Another problem's here again. We begrijpen ook dat BOG met een team bezig is gesprekken te voeren. Because you see the contagion creeping. Mensen moeten niet in paniek. And the virus is indeed spreading. Hoe zullen we Suriname in zijn totaliteit beschermen? And the memory of SARS planted in my brain. Omdat het heel dicht bij huis nu is. Still remains. We stand and fight. We hadden vorige week een sessie met volksgezondheid met betrekking tot corona of de NOVIP-virus. The virus. We hear of theories how it grew. Want er is een ernstige situatie ontstaan in Frans-Guyana. From snakes and bats became a flu. En dat heeft directe gevolgen voor Suriname. Het is belangrijk dat de regering ons daarover informeert. Passing the sickness from man to man. Ondertussen is de alarmbel geslagen. Nu merken we een andere dreiging van de gezondheidszorg, het coronavirus. Now it's growing, getting out of hand. Nu is de grens gesloten. De medicamenten zijn niet voorradig hier. It's a virus that is traveled near and far. Hoe verder? Hoe gaat het ministerie van Volksgezondheid inspelen op deze acute situatie nu de grens gesloten is, zodat ze hun medicamenten kunnen krijgen? Corona, we have to fight the virus. Gezonde burgers zijn de ruggengraat van onze samenleving. And in the latest news I saw. Ik wens je een lang leven, ik wens je gezondheid toe. 10,000 people, maybe more. Ons team was vandaag op Albina en heeft met alle actoren daar goede afspraken gemaakt hoe te handelen. People falling sick with much coughing. Er komt zeer spoedig een roadblock op de Oost-West verbinding van de politie en militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer zullen worden gescreend. Het is namelijk zo dat de body scan ons helpt om een person of interest te identificeren. People falling ill with much sneezing. Er komt een hele plan van hoe zo'n person of interest behandeld gaat worden. Om dan vast te stellen of bij hem wel of geen positieve signalen zijn van COVID-19. People worried for their health and their once so dear pneumonia.
Er zal zeer spoedig een gezamenlijke patrouille Suriname-Fransianen op de Marowijne rivier plaatsvinden met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19. We keep the fight, the virus. Iedere werkdag vanaf 2 uur. De laatste hete nieuwtjes. Objectief, onafhankelijk en kritisch bekeken op People FM. Geef uw reactie via sms of WhatsApp op 879-4x3 of bel 53-0022. Bakan Naboskopu op People FM. En dat is het verschil. Dit is People FM. Foto 94.1, Boskonde 102.7. Hier hoor je alles, alles. Goed, en dan hebben we dat gehad. Daarnet een live interview met de heer Max Huisden, universitair hoofddocent aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Hij heeft onder andere biochemie gestudeerd, maar daarnaast ook een aantal andere vakgebieden. En we hebben met hem gesproken over het nieuw coronavirus COVID-19. Ik heb een heleboel WhatsApps en we hebben eigenlijk officieel nog 7 minuten. Ik denk dat ik snel de WhatsApps ga doen tot 4 uur en dan een kwartiertje telefoons. Dan gaan we om 4:15 eindigen. En ik kan u in elk geval beloven dat we in de komende dagen en weken regelmatig deskundigen gaan uitnodigen hier bij People Radio om te praten onder andere over het COVID-19 virus, oftewel het nieuw coronavirus, maar ook over andere onderwerpen die te maken hebben met de politiek, met de economie, met de verkiezingen in Guyana, met allerhande andere zaken die te maken hebben of die van belang zijn voor Surinamers in Suriname en wereldwijd. Wat zeggen de apps? Meneer Fijk, bedankt. Heel informatief over COVID-19. Jammer dat er geen deskundige als de heer Huisden, geen internist, infectioloog en microbioloog in het team van Volksgezondheid te zien zijn. Nou, die zijn dus wel op de achtergrond. Ze zijn in het managementteam opgenomen. Maar ze worden bij tijd en wijle ingeschakeld. Of dat voldoende is, weet ik niet. Maar ja, goed, zo Volksgezondheid zal zijn redenen hebben daarvoor. Of het correct is en verstandig is, dat laat ik even in het midden. Goedemiddag, meneer Fijk. De heer Huisden, alcohol maakt ook de goede micro-organismen zoals bacteriën op de hand dood, die ook een beschermend effect hebben tegen schadelijke micro-organismen. Weegt het effect op het COVID-19-virus op tegen uitschakeling van beschermende micro-organismen? Oké, dus dat gaan we. We hebben een aantal vragen die we voor een volgend interview gaan parkeren. Want de heer Huisden had andere afspraken en ik kan hem dus die vragen nu niet stellen. Er is een video online waarin wordt gezegd dat malaria medicijn dit virus kan bestrijden. Video komt uit Nederland. Ja, deze vraag is al eerder gesteld en ook beantwoord. Hoe staat het met de volle bussen, zegt een andere apper. Je moet urenlang wachten voordat de chauffeur optrekt. Hij wil altijd een volle bus hebben. Hoe verder? Ja, dat is daarnet ook aan de orde gekomen. De kans op besmetting is natuurlijk groter als dat via het openbaar vervoer en met name bussen gaat. Omdat je op korte afstand van elkaar zit en je gezicht is op meestal op hetzelfde niveau, op dezelfde hoogte als het gezicht van de andere. Dus als er gehoest en geniest wordt, ja, dan ben je in de splash area. Meneer Fijk, Sari Tori kan de markt niet een goede hygiënische beurt krijgen, zodat de verkopers weer netjes op de markt kunnen verkopen. Op straat is het alleen maar ziekte van corona en zitten de verkopers zo slordig met de koper tussen hun benen. Ze niezen, wat doet de regering of ministerie van Volksgezondheid? Meneer Fijk, niet vergeten over Guyana, ik heb niets gehoord, daar gaan we straks op inkomen. Dit is volgens mij nog niet bekend. Of een persoon die ziek is gestoken wordt door een mug en die mug steekt een gezonde persoon, kan de gezonde persoon ziek worden. Dat is voor het nieuwe coronavirus nog niet bekend. Dus we gaan een aantal vragen gewoon parkeren voor de volgende keer. Meneer Fijk, in Cuba is er een medicijn uitgevonden voor het bestrijden van het coronavirus. 50 Cubaanse artsen komen naar Suriname om te helpen om het virus te bestrijden. Als er een middel is dat in Cuba is uitgevonden, waarom neemt de wereld dat niet over? Nou, dat kan. Zo zijn er een heleboel landen middelen. Er wordt in de Verenigde Staten wordt er gezegd, in Nederland, in Cuba, in China.
Maar wat het probleem is vaak, is dat met name als het om de nieuwe medicijnen gaat, dat ze nog uitgetest moeten worden. Eerst via dierexperimenten en daarna pas op de mens. Je kan niet zomaar pas boom een medicijn uitproberen zonder dat je weet wat de mogelijke neveneffecten, de bijeffecten, de schadelijke effecten zullen zijn. Goedemiddag. Meneer Lal, iemand in Nederland gebruikt elke dag een chloroquine-tablet, ondanks dat ze niet besmet is, voorzorgsmaatregel. Een meneer van 76 wil het ook gaan gebruiken in Suriname, ondanks dat hij niet besmet is, is dat aangeraden om het te gebruiken, ondanks dat je niet besmet bent. Nou, die vraag is daarnet ook gesteld. Er zijn nog experimenten gaande en er is nog geen groen licht gegeven daarvoor. Degenen die om de bocht kunnen denken redeneren, zullen allicht beweren van wat heeft land hiermee te maken. Corona is niet de schuld van land, die welk man van de weg zegt. Daar ze zoveel gestolen hebben, er is er niets meer om adequaat hier en daar te kunnen compenseren. Nederland, die veel geld heeft gespaard in een noodfonds, piept er eventjes 10 miljard euro uit. Wat u zegt van die boodschappen halen in China, is in Nederland al zo, ze noemen het pick-up point. Oké. Dan krijg ik hier een app hier. Is het virus een biowapen? Nou, die vraag is aan het begin van het interview gesteld. De heer Huisden zegt dat hij daar niet over kan speculeren. Er zijn allerlei conspiracy-theorieën op het internet. Ja, wie gaat nu zeggen of het waar is, zelfs als het waar zou zijn. En kreeg een bericht hier dat de 68-jarige Brabantse toerist die was opgenomen in het Curaçaose CMC-ziekenhuis overleden is. Dat is dus in Curaçao. Meneer Lal, ik denk dat de mensen zich beter in imkerspakjes kunnen kleden om over straat te gaan. En dan heb ik hier, laten de mensen nu eens stoppen met de Chinezen de schuld te geven van dit alles. Als het in India was ontstaan of Afrika, zou men dan de Hindustanen of de Marons de schuld geven. Als men naar de bank gaat, neem je eigen pen mee om je handtekening in plaats te zeggen, Sophia. Mensen moeten zelf ook een beetje nadenken en eigen inzicht gebruiken, zegt ze. Goedemiddag. Dat het virus bij een temperatuur van 27 graden doodgaat, hebben we al gevraagd. En dus dat is nog niet bevestigd. Ik ben een andere benadering toegedaan wat betreft coronavirus. Oké, en deze meneer zegt dat hij via kruiden wil werken. Oké. Nou, ik weet niet of dit waar is, dat de COVID-patiënt wordt overplaatst naar RKZ, want Wanica ziekenhuis is niet goed qua verzorging. Degenen die daar werken weigeren de patiënt te verplegen. Nou, we zullen het onderzoeken. Het aantal meldingen van gras- en vuilverbranding is gestegen. Waarom zijn Suriname zo hardleers? Er wordt op televisie aangegeven dat het heel slecht is voor het milieu. Het is brandgevaarlijk, maar de gasten denken helemaal niet meer aan. Iemand stelt de vraag over Bita tegen virus. Is ook nog niet bekend. En dan heb ik hier iemand die het had over Nostradamus. Even zien.